Elke Brinkman, als Lubbers overlijdt, wat is dan het eerste dat bij u naar boven komt? Nou, mijn allerlaatste contact was niet eens zo lang geleden. En toen hebben we het heel erg over de familie gehad, kleinkinderen. Daar was hij enorm mee bezig. En als je dan teruggaat in de tijd op zo'n dag, dan waren we altijd met zakelijke dingen bezig. En had overal een oplossing voor. Maar was ook echt betrokken bij de zaak. En vandaag, aan de dag gaat het allemaal snel en het moet over beelden gaan. Terwijl Ruud was toch altijd met de inhoud bezig. En als ik dan die herinnering op zo'n dag moet samenvatten, wat blijf je dan het meeste bij? Is eigenlijk toch het feit dat hij tekort in onze ogen heeft kunnen genieten na al die drukke jaren en die heel betrokken jaren van ook die gewone dingen. En dat, ja, dat vind ik ook het meest verdrietige van dit moment eigenlijk. Want er zijn zoveel duizenden herinneringen. Het was een andere tijd. Maar juist die enorme gedrevenheid. En hoe dan ook een oplossing zien te vinden. Wat hem vaak verweten werd. En ons als collega's in zo'n kabinet. Ja, dat is nonsens. En jullie hebben helemaal geen gevoel voor zaken. Dat was niet zo. We hebben over de kernwapens, over de WHO, hebben we, en met alle verdeeldheid die er in het land was, werkelijk enorm betrokken. Dat waren toen de hete thema's. Maar je wist dat je wel een keer voor de troepen moest gaan staan. En dat deed hij ook. Ook voor zijn mensen. Dus we hadden best eens moeite ermee als hij iets te veel meedacht. Maar uiteindelijk stond hij wel voor het beleid. En ook in die grote demonstraties. Maar ook als de camera wat meer begon te branden. Ja, dat herinner ik me toch wel in dankbaarheid. Het was aardig, hè? Iedere derde zaterdag van juni komen we nog bij elkaar met de kabinetten Lubbers 1 en 2. En, nog steeds? Ja, nog steeds komen we met alle oude ministers en staatssecretarissen. En dit jaar, in juni, heeft tot het laatste moment heeft het geduurd of hij wel of niet zou komen. Hij kwam helaas niet, maar als hij er wel was al die jaren, dan hield hij ook altijd een verhaal als oud-premier van die twee kabinetten. En hij had altijd een verhaal wat zin had. Hij wist de politieke problemen van die tijd ook te duiden. En ook de oplossingen. Was ook nog buitengewoon scherp. Dus met andere woorden, ja, zijn geest liet hem absoluut niet in de steek.